Lodewijk, als jullie ze hebben, de drie bus- en tuintitels van de provincie Flevoland. Mijn man kan absoluut niet klussen en ja, iemand moet het doen, dus uiteindelijk heb ik de hamer opgepakt en ja, zo is het eigenlijk om. Zo zeg ik, krijg ik van dat het van binnen naar buiten als één geheel wordt. En de beplanting en de meubels, daar krijg ik gewoon een kick van, als alles één is. Dit is de nieuwste manier van eten. Of bouwhakker, omdat ik het type klusser ben wat op hakjes loopt. Ik heb een hekel aan het hele trage gedoe. Ik ben echt een aanpakker en ik wil, huppakee, door. Dan staat dat ding nou toch te flitsen, dat snap ik niet. Dat zullen wel eens mijn grootste vijanden kunnen zijn voor vandaag. Ik ga in ieder geval proberen om mezelf te blijven, mijn eigen weg te gaan. En ik hoop dat dat goed genoeg is om te winnen. Hier staan de drie klus- en de drie tuinvrouwen van Flevoland. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie heel graag willen beginnen. Hoe stinkt dat ding, hè? Wat ja. Is de opdracht? Thomas. Jullie hebben allemaal een eigen stukje woonkamer. Voor de ramen moeten shutters komen. Op de vloer plakvinyl. En je moet een broodje maken. Niet zomaar één. Wat verzinnen we toch om zo te eten? Daar zit voor mij wel een uitdaging. Is toch niet te geloven? Kremlin? Ja, en ik denk dat jullie ook die drie uur echt vol gaan gebruiken. We gaan namelijk een voortuintje maken. En het tuintje bestaat uit drie onderdelen. Maak het een verticaal groenmandje. Het leg je van de straving in de vorm van split en tegels. En je gaat een tuinhekje maken. Het hekje wordt wel een uitdaging. Ik ben benieuwd wat ik daar nog moet even over nadenken. Dames!